Wat zijn de voor- en de nadelen van een besloten vennootschap, een BV? Ik hoor best veel ondernemers die nu een eenmanszaak of een VOF hebben, die het overwegen om een besloten vennootschap te gaan oprichten. Maar wat zijn daar nu eigenlijk de voor- en de nadelen van? Ben je nog niet geabonneerd op het YouTube-kanaal van The Happy Financial? Doe dat dan vooral even, want dan krijg je iedere keer nieuwe video's over finance. Eerder maakte ik een video samen met een belastingadviseur over de fiscale voor- en nadelen van een besloten vennootschap. Dus die zal ik hieronder ook even linken, want dat is ook een hele interessante video die meer vertelt over de verschillende voor- en de nadelen van een besloten vennootschap. Maar allereerst de voordelen van een BV. Een heel bekend voordeel van een BV is de beperkte aansprakelijkheid. Want op het moment dat je te maken krijgt met een BV, heb je namelijk een rechtspersoon. En met een rechtspersoon wil dus zeggen dat jij als persoon niet aansprakelijk gesteld kunt worden met je privévermogen voor eventuele schulden vanuit de vennootschap. Dat zijn dan twee losse zaken. Dus je hebt aan de ene kant de BV en aan de andere kant heb je jou als privépersoon. Bij een eenmanszaak of een VOF is dat dus niet het geval. Heb je dan te maken met schulden, dan kun je ook met je privévermogen aansprakelijk gesteld worden. Belangrijk is hierbij wel dat er geen sprake kan zijn van onbehoorlijk bestuur, dus op het moment dat er sprake is van wanbestuur. Een voorbeeld daarvan is dat als jij niet of veel te laat je jaarstukken opmaakt en deponeert bij de Kamer van Koophandel, en er zijn dan bepaalde schulden of eventueel faillissementen, dan kan het natuurlijk wel zo zijn dat jij met je privévermogen alsnog aansprakelijk gesteld wordt, omdat ze zeggen dat je een onbehoorlijke bestuurder bent geweest van de BV. Dus je moet wel zorgen dat je dat soort dingen goed op orde hebt. Bij een BV heb je te maken met een verschil tussen aandeelhouders en bestuurders. Bij een eenmanszaak is dit één iemand, maar bij een BV kunnen dit twee verschillende mensen zijn. De aandeelhouders hebben de aandelen in handen en hebben de uiteindelijke zeggenschap en de bestuurders die gaan over de dagelijkse gang van zaken. Bij een BV heb je dus de keuze om dit te verdelen over twee personen. Dus de aandeelhouders zijn niet per se de bestuurders en andersom, terwijl dit bij een eenmanszaak wel zo is. Het voordeel van deze keuze is dat je dus kunt splitsen. Dus dat jij als aandeelhouder kunt zeggen, nou, ik heb de aandelen en ik heb de uiteindelijke zeggenschap, maar de dagelijkse gang van zaken, die laat ik door iemand anders doen. Bij een eenmanszaak ligt er natuurlijk weer wat anders. Ben je nu ZZP'er bijvoorbeeld en ga je een BV oprichten, dan ben je heel vaak zowel aandeelhouder als bestuurder. Maar dan ben je directeur groot aandeelhouder. DGA noemen ze dat. En dan ben je als het ware in dienst van je eigen bedrijf. Een derde belangrijk voordeel van een besloten vennootschap is dat een en ander veel eenvoudiger te regelen is, bijvoorbeeld bij bedrijfsopvolging. Want je gaat namelijk aandelen overdragen en niet zozeer een bedrijf wat jij als eenmanszaak hebt. Ook een ander voordeel is wanneer je te maken hebt met bijvoorbeeld huwelijkse voorwaarden. Dat is ook weer eenvoudiger te regelen op het moment dat er sprake is van een BV. En tot slot het fiscale aspect, de belastingtechnische zaken, die zijn ook altijd heel erg belangrijk in je overwegingen en de voordelen van een BV. Op het moment namelijk dat je te maken hebt met een BV betaal je geen inkomstenbelasting over je winst, maar betaal je vennootschapsbelasting over je winst. En deze vennootschapsbelasting is stukken lager dan je inkomstenbelasting. Maar je hebt natuurlijk wel weer te maken met het feit dat je jezelf salaris moet geven uit je eigen onderneming en daar dan weer belasting over moet betalen. Aan de andere kant heb je ook weer niet te maken met bijvoorbeeld de zelfstandige aftrek, de MKB-winstvrijstelling. Dat zijn aftrekposten die je als ondernemer met een eenmanszaak in de inkomstenbelasting wel krijgt, maar als ondernemer met een BV niet meer. Dus vandaar ook dat ze zeggen dat er een omslagpunt is. Je hebt voordelen aan de ene kant van een lager belastingtarief van de VPB, maar aan de andere kant heb je niet meer te maken met die voordelen van de aftrekposten. Per saldo komt het vaak voor ondernemers ongeveer uit op 140.000, 150.000 euro winst voor belasting, wanneer ze zeggen, nou, boven dat bedrag is het voordeliger om een BV op te richten. Hou er ook rekening mee dat dit omslagpunt door de jaren heen kan veranderen. Er zitten wijzigingen aan te komen in de VPB-tarieven en in de zelfstandige aftrek bijvoorbeeld. Die wordt continu afgebouwd, waardoor het omslagpunt best wel eens wat verder naar beneden kan gaan liggen voor jou. Dus hou dit even goed in de gaten. Daarnaast kun je als ondernemer met een BV ook nog extra dividend uitkeren. Dus naast het salaris wat je krijgt uit je eigen BV kun je ook te maken krijgen met dividend. En daar betaal je natuurlijk wel weer dividendbelasting over. Dus dat moet je ook wel even meenemen in je berekeningen. En dan de nadelen. Wat zijn de nadelen van een besloten vennootschap? Allereerst heb je te maken met oprichtingskosten. Een oprichting van een BV is niet zo eenvoudig als bij een eenmanszaak waar je gewoon simpelweg naar de Kamer van Koophandel gaat. Je moet namelijk bij een oprichting van een BV naar een notaris. En die zal een notariële akte opstellen. En dat kost natuurlijk geld. Gemiddeld ben je daar 500 tot 1000 euro mee kwijt.
Maar dat is een eenmalige kostenpost. Daarnaast heb je ook nog jaarlijks te maken met verdere administratiekosten. Je moet namelijk een jaarrekening opstellen en tijdig deponeren bij de Kamer van Koophandel. Wanneer je dit uitbesteedt, ben je ongeveer 600 tot 800 euro per jaar kwijt voor het opstellen van de aangifte VBB en het opstellen van de jaarrekening. Dus hou daar even rekening mee, want dat zijn kosten die ieder jaar terugkomen. Ik zei het net al, op het moment dat jij een BV opricht, dan kom je in dienst bij je eigen BV. En dan op het moment dat je ook nog aandeelhouder en bestuurder bent, ben je dus directeur, groot aandeelhouder, DGA. Maar dat wil wel zeggen dat je jezelf een salaris moet uitkeren. En daar zit wel een minimum aan. Dus het kan niet zo zijn dat je zegt, nou ik hou dat salaris laag, want dan hoef ik minder belasting te betalen. Want dat vindt de Belastingdienst natuurlijk niet eerlijk. Dus ze hebben gezegd, je hebt een minimaal DGA salaris van 47.000 euro. Daar moest ik even over nadenken. Waarvan zeg ik, dat zou je minimaal moeten verdienen als DGA. En daar betaal je natuurlijk ook weer belasting over. Dus hou daar ook goed rekening. En waar we het net over hadden, je hebt geen recht meer op aftrekposten voor ondernemers in de inkomstenbelasting. Dus denk aan de zelfstandige aftrek, de startersaftrek, dat soort posten. De MKB-winstvrijstelling is ook een belangrijke. Daar heb je geen recht meer op het moment dat je een BV hebt. Zaken zoals de KIA, de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek, natuurlijk nog wel. Dus dat zijn voordelen die je wel blijft behouden. Een belangrijk ander onderdeel en een misvatting die ik heel vaak zie, is dat je in beide gevallen, zowel bij een eenmanszaak als bij een besloten vennootschap, gewoon personeel kunt aannemen. De naam eenmanszaak wil niet zeggen dat jij geen personeel kan aannemen. Natuurlijk is het wel een overweging op het moment dat jij personeel wil gaan aannemen en je wil minder risico lopen met je privévermogen, mocht er iets misgaan met dat personeel, dat je dan een BV-structuur opricht. Maar dat is natuurlijk je eigen overweging die je daarbij kunt stellen. Zo zijn er voor iedere onderneming en ieder ondernemer tal van overwegingen die je mee kunt nemen. Maar ik hoop wel dat deze voor- en nadelen een beetje duidelijkheid scheppen over of het voor jou interessant is om hierover na te denken. Of dat je je eenmanszaak of VOF nog een tijdje voor blijft zetten. Voor nu wil ik je heel erg bedanken voor het kijken. Vergeet niet te abonneren op het YouTube-kanaal. En dan zie ik je graag bij de volgende video.